Is school leuk? Nee. Heb ik het niet over je vrienden weer zien in de pauze, maar echt over school zelf. Wie van jullie hier vindt school nou echt leuk? Steek je hand maar op. Is niet zo heel veel, hè? Ja, ik ben het met jullie eens. Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat school saai is. We zitten de hele dag in rechte lijnen te luisteren naar een leraar die ons dingen vertelt, die ons eigenlijk helemaal niet zoveel boeien. Ik denk regelmatig in een les, wat heb ik hier nou weer aan? In het dagelijks leven, later. Dan krijgen we daarna een toets over formules, rijtjes, die we uit een dik boek hebben geleerd. En op elke toets is maar één goed antwoord. Dat is het antwoord uit het boek. In het dagelijks leven wordt van ons precies het omgekeerde verwacht. We zijn niet op zoek naar mensen die rijtjes kennen, maar verbanden zien. Die niet één antwoord zien, maar meerdere. Die creatief kunnen denken, out of the box, en kunnen samenwerken. En als dit van ons wordt verwacht, waarom leren wij dit dan niet op school? Waarom zit er zo'n gigantisch gat tussen het onderwijs en het dagelijks leven? Waarom leren we uit een boek? Waarom hebben we les in een lokaal? Waarom zitten we op een klas gebaseerd op onze leeftijd en niet op onze talenten? Ik vind dat dit anders moet. Ik heb gezien dat dit anders kan. Ik heb een half jaar lang mijn school op een schip gedaan. Ik heb meegedaan aan School at Sea, waarbij ik met 34 leerlingen, 5 leraren en bemanningsleden naar de Cariben ben gezeild. Aan boord kregen we les, zeilden we het schip, maakten we schoon en kookten we voor elkaar. Op de terugweg konden we zelf een 3-master zeilen. Toch is zeilen niet het belangrijkste wat ik heb geleerd. Ik heb geleerd dat leren losstaat van een schoolgebouw. Ik vind dat we ook school kunnen hebben op het dek van een schip, op de top van een vulkaan of in een dorp bij de Indianen. En dit komt omdat leren niet uit een boek hoeft. Ik denk dat goed onderwijs uit 3 elementen bestaat. Zelfstandigheid, ervaring opdoen en groepsdynamiek. Ten eerste, zelfstandigheid. Als je op je eigen manier werkt, werk je vele malen efficiënter. Aan boord bestond bijna onze hele dag uit zelfstandig werken. School stuurde dan vanuit Nederland een toets op en ik ging daar de stof dan van maken. Dat kon ik helemaal zelf inplannen, waardoor ik niet afhankelijk was van het tempo van de klas. Zou ik dan ook opeens na 2 weken een hoofdstuk af, waar we op school 2 maanden over doen. En door deze efficiëntie had ik tijd over om dingen buiten het normale schoolprogramma te leren. Zo stelden we samen met de leraren persoonlijke doelen die we dan gingen vervullen. Zo wouden sommigen hun leiderschapskwaliteiten uitbreiden en anderen van alles leren over de machinekamer. Ik was zelf vooral op zoek naar een uitdaging die ik op school niet echt kon vinden. Die heb ik bij School at Sea wel gevonden, onder andere door heel actief te zijn in het organiseren van activiteiten en veel te leren op de plekken waar we aan land kwamen. En deze zelfstandigheid heeft leren voor mij leuk gemaakt dit half jaar. Want leren doe je op je eigen manier. Zoals Confucius zei, vertel me iets en ik vergeet het meteen weer. Laat me iets zien en misschien onthoud ik het, maar betrek me ergens bij en ik zal het begrijpen. Ik kan u vertellen dat in Panama de rijkste 10% van de bevolking 45% van het inkomen verdient. Dat zijn jullie morgen allemaal weer vergeten. Ik kan nu ook een plaatje laten zien van Indianendorp. In dit hutje wonen 6 mensen die leven van de vis die ze zelf vangen. 2 uur rijden verderop ligt Panama stad. Ziet er zo uit. Hier hebben ze gigantische wolkenkrabbers, gigantische winkelcentra met kinderdisco's naast de McDonald's. En dat allemaal 2 uur van elkaar. Misschien dat jullie nu onthouden dat ze in Panama grote inkomensverschillen hebben. Maar op het moment dat ik jullie allemaal meeneem, we gaan in het Indianendorp wonen een week. Daarna gaan we een week in de buurt van Panama stad wonen. Zullen jullie die inkomensverschillen echt begrijpen? En met School at Sea hebben we dit laatste gedaan. We zijn eerst een week bij de Indianen gaan wonen. Hebben met hun geleefd, gepraat, gedanst, gevist. En daarna een week in de buurt van Panama stad gewoond. Ook van alles gedaan. En opeens werden internationale maatschappelijke problemen relevant en tastbaar. Hetzelfde geldt voor biologie en aardrijkskunde. 2 vakken die ik op school helemaal niet zo interessant vind. Maar op het moment dat ik op de top van de vulkaan stond met mijn aardrijkskundedocent, vond ik opeens aardrijkskunde leuk. Toen ik door het oerwoud liep met mijn biologiedocent, werd biologie boeiend. Het kwam omdat ik deze vakken aan het ervaren was. Want leren is ervaren. Zoals ik al eerder zei, leren is een groepsproces. Maar een groepsproces is ook leren. Dus terug naar het eerste. Het kan heel fijn zijn om in een groep te werken. Aan boord vroegen we ook vaak naast de leraren elkaar om hulp. Iedereen heeft zo zijn eigen kwaliteiten en door die met elkaar te delen
Leer je van en met elkaar. Het is ook heel goed om in een groep te werken. Dat je later op je studie en je werk heel veel in groepen zal moeten doen. Daar komen we bij mijn tweede punt. Een groepsproces is leren. Aan boord zaten we in een vrij extreme situatie. We zaten met 45 man op een schip van 47 meter lang. Dan leer je vanzelf extreem veel rekening met elkaar houden. Als ik bijvoorbeeld iets laat liggen, is iedereen daar ontzettend veel last van. Maar daarnaast hadden we ook ruimte om vrijuit te oefenen met andere skills. Dus hadden we scheepsovernames, waarbij de leerlingen solliciteren voor functies als kapitein, stuurman, kok. En deze daarna ook voor 2 dagen uitvoerden. We moesten dan opeens leiding geven, beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen voor de groep. Het zijn allemaal zaken die wij later allemaal dagelijks gaan toepassen, maar nauwelijks leren op school. Dat is jammer, want die groep is cruciaal voor het leren. En door deze combinatie van zelfstandigheid, ervaringsleren en het groepsproces heb ik ontzettend veel geleerd dit half jaar. Maar belangrijker nog, het was ook leuk om dit allemaal te leren. En daar gaat het om. Leren kan leuk zijn en moet dat ook worden. Dus laten we kijken hoe het onderwijs iets ons kan leren, waar we wat aan hebben en wat ons daarom ook boeit. Je hoeft helemaal niet op een schip te gaan zitten om leren leuk te maken. Dat kan ook hier, aan land, op school. Dus laten we dat doen. Dank jullie wel.